Wij hebben het eten. Ik wil de eerste reactie. Zie je mij al gaan met de roze koffer? Deze maand staat helemaal in het teken van chocola. Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag woensdag. Het is woensdag 6 september. En over precies een week stappen we het vliegtuig in naar Kreta. Helemaal zin in, helemaal excited voor. Ik heb zelfs mijn koffer al klaargezet, omdat ik deze keer echt dacht, ja jongens, ik moet een keer op tijd zijn met dingen inpakken. Want ik ben altijd veel te laat, dus ik ga samen met jullie mijn koffer inpakken. We hebben nog wat andere leuke dingen op de planning staan. Ik hoop in ieder geval dat jullie zin hebben om mee te kijken. Dan ook zeker even een duimpje omhoog. En vergeet hieronder ook zeker niet om even te abonneren. Ik ga nu nog even snel een bestelling inpakken. Ik moet dadelijk wat pakketjes wegbrengen. En er kwam er net nog eentje binnen. En daarna gaan Joep en ik weer verbouwen. Of course, de afgelopen 2 dagen hebben we echt weinig tijd gehad. En ben ik s'avonds alleen maar aan het werk geweest. Dus ik ben blij dat we weer even kunnen gaan verbouwen. Dus let's go. En ik wil dus even dit historische moment vastleggen dat ik dus al wat dingetjes gepakt heb. Nou jongens, ik ben al helemaal goed voorbereid. Mijn koffer, deze strandtas ga ik waarschijnlijk meenemen. Maar dit moeten we dus gaan uitbreiden de komende dagen. Ik heb me even omgekleed in wat luchtigers. En Joep en ik hebben net alle pakketjes weggebracht. Yes. Wij gaan nu even eten maken. Zelf pizza maken. Ja, ik vind deze altijd best wel lekker. Ik ook. Dit zijn die. Ja, die heb ik al lang niet meer op. Maar echt lekker van die groentebodems. En daarna gaan we lekker verbouwen. Yep. Ik heb wel zin in. Ik zal even laten zien waar we mee bezig gaan. We gaan dus deze panelen in de woonkamer maken. Ik denk dat het heel mooi gaat worden. Dus dat gaat daar komen. En we gaan boven verder met de inloopkast. Nou, Joep gaat nu de kit erop doen. Dit is als het goed is wel extra sterke die we hebben gekocht. Goedemiddag jongens, het is vandaag alweer vrijdag. Gisteren ben ik alleen maar, ik ben altijd zo bang dat deze camera valt. Ja, maar hij is nog nooit echt gevallen, hè? Jawel, hij is een keer helemaal naar beneden gevallen. Maar gisteren ben ik alleen maar aan het werk geweest. Ook dingen proberen af te krijgen voor de vakantie. Dus het is allemaal even stressen. Maar Joep en ik dachten, we moeten nu toch gaan lunchen. Ja. En we hebben iets leuks bedacht, want ze hebben dus allemaal nieuwe dingetjes bij de Mac. Ja, ik heb eigenlijk geen idee wat. Ja, ze hebben een nieuw ijsje, de Mac Roquette is weg en daar zijn mensen helemaal laaiend over. Hij is een soort van vervangen door de vegetarische versie. Ja, en ik heb dus al vaker gezegd dat ik die vega optie echt heel lekker vond. Eigenlijk wel lekkerder dan de normale. En ik ben dus heel erg benieuwd of ik dat nu nog steeds zo vind. Nu is je enige optie. Ja, nu is de enige optie en ze hebben nog een nieuwe burger. Ze hebben van alles, dus wij gaan jullie gezellig meenemen, want als jullie vaker naar onze video's hebben gekeken, dan weet je dat we het heel leuk vinden om nieuwe producten te testen. En dan helemaal het nieuwe menu van de Mac. Dus precies. Ik ben heel erg benieuwd, jongens. Laten we gewoon gaan! Wij hebben het eten. We zijn even doorgereden naar het nieuwe huis. We dachten eerst van, we kunnen, dit moet weer blijven staan. We kunnen wel in de auto gaan eten, maar het is 31 graden buiten. En dus in de auto helemaal warm. Ja. Dus we gaan het zo eten. Dit trouwens weer voor rare beker voor de ijsthee. Dit vind ik ook echt. Nu hebben ze een soort van koffiebeker, cappuccino beker. Dan denk ik, je betaalt al extra dat je in ieder geval wel een beetje een fatsoenlijke beker. Als je hier ijsthee uit gaat drinken, dat is toch niet lekker. Dat is toch gewoon. Ik zal pas een rietje bij doen, maar ik vind het raar. Ik vind het ook raar. Ik vind het een rare beker. Maar we gaan dus beginnen met het ijsje. En dit is de nieuwe McFlurry Celebrations. Ja. Wij hebben er geen saus bij gedaan. Want wij zijn zelf allebei niet heel erg zo van die extreme chocoladesaus. Je kan natuurlijk ook karamelsaus volgens mij doen of aardbeiensaus. Maar ik ben wel benieuwd, want Celebrations is natuurlijk echt super veel verschillende dingen. Ja, maar dat is dit volgens mij ook. Dat kan je al wel een beetje zien. Volgens mij hebben ze gewoon een beetje alles wat ze hadden gepakt en dat bij elkaar gegooid. Die chocoladestukjes zijn echt. Hij is al helemaal gesmolten, maar. Je proeft ook wel echt die celebration smaak. Ja. Ik proef echt dingen door elkaar heen dat ik denk: oh ja, de losse chocolaatjes kan je wel. Ja, heel bijzonder. Lekker dit. Ja, een goeie. Beetje vergelijkbaar met wat je bij de Twix krijgt. En dan gaan we door naar wat hier allemaal in zit. We hebben trouwens 2 dingetjes niet meegenomen. Ze hadden ook een nieuwe cheesecake. Oh ja. En een. Die was echt appeltaartje. Zo groot.
Ja, het was echt bijna 4 euro en dan kreeg je echt nou één hap. Ik dacht, ja, was cheesecake die geloof ook ik. Nieuw? Ja. Want die was wel best wel groot. Oké, ja, want die cheesecake dacht ik, ja, ik geloof het wel. Ik denk dat het wel lekker is. Ik ben hier zeg maar meer benieuwd naar. We gaan met de nuggets beginnen, want hier heb ik gewoon helemaal zin in. Zo zien ze er dus uit. Allemaal van die groene ja, dingetjes zitten er eigenlijk op. Ja, maar op zich wel handig dat je zeker weet dat het vegetarisch is. We hebben er 6. Yes. Hebben we deze al eerder op? Volgens mij wel. Ja. Ja, volgens mij wel. Ja, wel gewoon lekker hoor. Mm-hmm. Ja, je proeft toch eigenlijk gewoon voor 80% de saus. Mm-hmm. Lekker. En dat is nog steeds. Dan gaan we door naar een andere nieuwe. En dit is de Tasty Cheese, heet die volgens mij. En dit is dus geen veggie burger. Dit is echt gewoon een normale burger. Ja, ik ben benieuwd. Zou dit als, jij mag kleine, als, eerst. Als klein broertje van de Big Tasty bedoeld zijn? Ja, dat, denk, dat zou heel goed kunnen, ja. Dat zou echt heel goed kunnen. Joyce twijfelt. Nee, ik had niet zo'n aparte saus verwacht. Nee, maar dit is die wel de Big Tasty saus. Oké, ja, ik eet die nooit. Ik heb die volgens mij nog nooit op misschien, want... Ik vind het wel jammer dat het gewoon zo'n normaal broodje is. Die broodjes met die pitjes zijn veel lekkerder. Die dan de mooiste. Mm-hmm. Ja, nou, ik weet niet. Ik heb niet... Ik vind zeg maar gewoon een normale cheeseburger of hamburger ook wel heel lekker. Deze is wel minder droog. Dat heb ik wel. Ja. Deze is een stuk minder droog. Ja. Dan gaan we door naar een van mijn favorieten dus. De McCroket. En dit is dus de veggie. Ja, zoals ik net al zei. Ik vind dus echt vaak de veggie nog lekkerder dan de normale. Dus ik ben benieuwd of ik dat nog steeds zo vind. Ja. Want anders heb ik tot januari geen McCroket. Ja, want... Januari. Oh, januari. In januari komt hij weer terug. Ja, volgens mij wel. Dat zei Senna tenminste, hè? Januari. Ja, ik vind hem gewoon heel lekker. Maar ik vind de normale ook heel lekker. Het maakt mij niet heel veel uit. Nee. Toch? Ja, ja. Je proeft wel een beetje verschil, maar ik, ja. Toch? Ja, ik weet niet. Ik pak nooit een McCroket. Het scheelt niet zoveel. Het scheelt niet zoveel. Oprecht, als je gewoon een McCroket houdt, ik... Maar ik snap wel, er zijn heel veel mensen die dan uit principe een beetje tegen vegetarisch vlees zijn. Ja. Als je dan op dezelfde dag de McCroket eruit doet en vervangt door een plantaardige, dan snap ik wel dat je mensen boos hebt. Ja. Hey, die maar oprecht, als je er echt heel erg van houdt, zou ik gewoon echt een veggie proberen. Want ja. Dus, dan ga je echt merken dat die gewoon echt lekker is. En dit is dus best een grote burger. Dit is dus de McPlant. En dit is de... Steakhouse of Steakhouse. Ik weet ook nog steeds hoe het uitspreekt. Nee, help ons eventjes. Help ons even. Steakhouse of Steakhouse. Maar ik vind dit best wel een grote burger. Ja. Zeg maar, ik had niet zo'n groot iets verwacht. Jeetje, jij mag eerst. Een hele ui op. Wat is dit? Oh, wow, inderdaad. Ja, ze zeggen dus altijd dat je van die pitjes extra honger krijgt, hè? Echt? Ja, dat is zeg maar. Zeggen ze dat dat een truc is of zo? Dat je dan meer honger juist van krijgt. Maar omdat het er extra lekker uitziet? Of als je ze gegeten hebt, dat je daarna... Als je gegeten hebt. Echt? Maar dat heb ik ooit gehoord. Dat zou een soort van ding zijn of zo. Dat wil ik dadelijk even opzoeken. Ik wil de eerste reactie. Nee, ik voel nou, maar aankomen. Ik hoop dat er in het midden nog meer saus zit. Oké. Okay. Nee, jawel. Ik vind een beetje saai. Oké. Okay. Hier gebeurt heel weinig. Ja, echt, ja, wil jij nog? Ik weet, nee. Ik vind dit de minste, denk ik. Ja. Dat is raar, hè? Ja. Ja, nu wel. Mm-hmm. Met die saus. Die saus, is die pittig? Want hij ziet er heel pittig uit. Ja, het valt dus allemaal wel mee. Oké. Okay. Maar je proeft hem tenminste. Beter. Ik vind vooral die McFlurry vind ik heel lekker. Mm-hmm. Ik vind die McRocket natuurlijk heel lekker. Ja, die is gewoon echt goed. Ja, ik vind deze de minste. Die McPlant vind ik de minste. Ja. Het, ja. Het is wel pittig, dus er gebeurt wel iets, maar ik vind hem niet heel special of zo. Nee. Maar goed jongens, wij gaan dus even alles opeten, want ik heb echt best wel honger moet ik zeggen. Ik heb dan ook als ik dan 2 happen heb gegeten, dan krijg ik alleen nog maar meer honger. Dan wil je ook door. Dus... Maar dat komt dus van die pitjes hè? Ja. Dat komt van die pitjes. Ja, nou weten we het. En wat dus ook heel leuk is, tenminste, dat hoop ik. Joep en ik gaan dus naar Kreta. En normaal doen we dus altijd een McDonald's menu uitproberen in het land. We hebben het een keer in Bali gedaan, op Bali gedaan. Opa. We hebben het in Spanje gedaan. Duitsland en België. Echt al best wel wat landen. En we gaan het nu dus ook proberen om op Griekenland. Nou, ik zit even met die in en om. Om het in Griekenland te gaan doen. Mm-hmm. Dus we gaan proberen om daar weer het menu uit te gaan proberen. Alleen we weten dus niet... Want het is een beetje een Mac bij zo'n uitgaansgebied. Ja. Of ze alle speciale dingen hebben. Meestal hebben ze daar gewoon alleen frietjes en een paar kipnuggets. Maar we gaan het zien. We gaan het proberen. Dan gaan we jullie dus meenemen naar de McDonald's in Griekenland. Dus daar heb ik ook helemaal zin in. En we gaan dadelijk nog even wat andere dingen denken halen voor de vakantie. Mm-hmm. Want ik moet nog nieuwe slippers hebben. Ik heb nieuwe schoenen nodig. Joep heeft nieuwe schoenen nodig. Dus ja, we gaan even kijken. En we gaan ook even verbouwen. Het is weer
alles door elkaar. Wij hebben lekker gegeten en nu gaan we richting de stad even. Joep en ik die wilden eigenlijk vandaag nog gaan verbouwen, maar we zijn de hele ochtend bezig geweest met werken en dingen afmaken. En dus het is hier oprecht 30 graden. Ja, het is dus alweer 4 uur. We gaan morgenochtend gaan we verder met de inloopkast, want we zijn dus bezig om de hele inloopkast in te richten. Dat gaan we in een aparte video laten zien. Maar ja, dat gaan we gewoon morgen doen, morgenochtend. Dan is het hopelijk niet 35 graden hier binnen. Oh, we hadden ook een gordijn mee moeten nemen. Ja, dat zijn we vergeten. Dat zijn we inderdaad vergeten. Morgen weer een kans. Maar we gaan nu dus even naar de stad toe, nog even wat dingen halen. En daarna gaan we... Ja, oh jongens, ik ben gewoon helemaal kwijt wat ik allemaal vandaag moet doen. Ik moet even een lijstje maken met wat ik nog echt even vandaag af moet maken. Zodat we morgen gewoon weer goed kunnen gaan verbouwen. En we niet de hele tijd zo staan van, oh, we moeten dit nog doen. Komt dus goed. Let's go. Nou jongens, Joep heeft schoenen gevonden hoor. Yes. Het is niet makkelijk, want Joep heeft maat 46-47. Ja, en ze gaan hier maar tot 46. Maar deze passen. Ja. Dus ik vind het wel ook leuk. Gewoon wel leuk. Ja, misschien dat je nog wat meer paar nodig hebt dan eentje. Maar dit is in ieder geval top. Goedemorgen jongens. Het is vandaag zaterdag. Of ja, het is eigenlijk helemaal geen goedemorgen. Want mijn zusje is dus gisteren in het ziekenhuis opgenomen. Elin is dus... Ja, gisteren naar het ziekenhuis gegaan en ze moet daar nu sowieso nog 2 dagen blijven. Dus het is best wel heftig als je natuurlijk gewoon 3 nachten in het ziekenhuis moet blijven. Ze was bij een vriend slapen in Amsterdam, daar in de buurt, want daar studeert ze ook. Dus toen dacht ze, oh mooi, dan kan ik gewoon daar blijven slapen. Volgende dag vroeg naar studie, helemaal top. En toen kreeg ze dus heel veel last van de keel en uiteindelijk is ze dus in het ziekenhuis beland. Maar Joep, kom eens. Joep heeft hier meer verstand van, want die heeft geneeskunde gedaan. Dus die weet in ieder geval een beetje. En die werkt in het ziekenhuis. Ik vind het namelijk heel heftig als je 3 nachten moet blijven. Is wel, ze proberen je echt zo snel mogelijk natuurlijk te zorgen dat je eigenlijk naar huis kan. Dus maar ze heeft in principe een keelontsteking. Ja, oh, ik had helemaal niet gezegd wat nee, dat. Ja. Een keelontsteking en die is ook op de amandelen gaan zitten. Ja. Dus nu is de keel gewoon zo opgezwollen dat ze gewoon niks kan drinken of door de keel kan krijgen. Ja, dus moet ze aan een infuus en daarom moet ze blijven in principe. Ja, ze kan niet slikken of zo. Nee, je moet je voorstellen, dat is best wel ook pijnlijk. Echt, ja. Ja, en ze kan dus ook geen medicijnen nemen, geen antibiotica. Nee. Wat ze dus nodig hebt om te zorgen dat het minder wordt. Dus ja, oh, ik weet niet. Heftig. Ik word er echt een beetje... Nou ja, ze zou eerst maar sowieso 2 nachtjes blijven. Max eigenlijk. En dan hebben ze nou alweer gezegd dat het waarschijnlijk een dagje langer wordt. Dus dan is het toch wel heftig. Ja, ik word er dus helemaal akelig van, jongens. Ja. Gisteren ook moest ik echt al bijna de hele tijd huilen. Ik kan gewoon niet tegen dit soort dingen, want ik vind het gewoon zo erg. Ik heb zelf ook een keertje een week in het ziekenhuis gelegen. En dat was echt... Ja, dat is gewoon niet leuk. Ik weet gewoon hoe verschrikkelijk het is. En dat je gewoon niet slaapt en dat het gewoon... pijnlijk is en ja, ik weet niet. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. Ja. Wij gaan nu in ieder geval verder met het inrichten van de inloopkast. Ja, we gaan er straks naartoe waarschijnlijk. Ja, die video wil ik zeg maar af hebben voordat we op vakantie gaan. Nu is al andere familie even op bezoek. Dus ik heb gezegd van nou, wij komen vanmiddag gewoon langs. Dus we gaan nu eerst even verder met het huis verbouwen. En dan gaan we daarna dus richting Elin. En ik heb al best wel wat spullen trouwens ingepakt dus. Nou, kijk eens aan jongens. Normaal ben ik dus nooit zo vroeg en begin ik echt een avond van tevoren. Maar nu ben ik dus al best wel, dat ik denk, oh ja, echt wel al leuke kledingdingetjes en zo heb ik al klaar liggen. Mijn strandtas dus, die had ik al wel laten zien. Maar ik ben blij. Je bent wel altijd echt een stuk eerder dan ik. Nou, valt nog mee hoor. Soms zijn we echt allebei gewoon een avond van tevoren van oké, we pakken gewoon even snel wat dingen en dan zijn we klaar. Ja. Maar ik ben al blij dat ik in ieder geval de meeste kleding heb. Dus dat vind ik in ieder geval leuk. Ik moet zelfs nog een koffer regelen. Ja, ja en Joep moet dus nog een koffer regelen. Ja, dat wordt nog wel een dingetje. Want mijn is in Bali kapot gegaan. Ja. Maar ik kan misschien eentje van jullie lenen, toch? Ja, sowieso. En anders bij mij thuis. Dat komt wel goed. Alleen deze zijn wel een stukje zwaarder. Die van jou was echt chill. Dat en mooi roze. En mooi roze. Zie je mij al gaan met een roze koffer? Ja. Ja. Ja, dan denkt iedereen dat ik 2 koffers bij heb, sowieso. Ja, precies. Wij zijn lekker bezig voor de inloopkast. We hebben net even wat plantjes gehaald. Dat heb ik ook allemaal laten zien in die video. Joep heeft hier een orchidee vast. Zeker. Die gaan we even uit het plastic halen. Ik vind hem mooi. En ik heb ook nog een ander pakket wat ik even met jullie wilde delen. Ik heb namelijk weer allemaal dingetjes van Y-Food binnengekregen. En ik heb dus best wel honger, want we hebben alleen nog maar yoghurt op vanochtend. En het is alweer, ja, ik heb echt best wel trek moet ik zeggen. En het is dus een heel chocoladepakket. Hoe leuk. Ze hebben gewoon, deze maand staat helemaal in het teken van chocola. Ik heb al, wel jongens, ik heb hem al even opengemaakt. Want ik kon mezelf niet bedwingen. Ik was thuis en
ik moest snel weg en toen heb ik mooi deze eentje meegenomen. Dus we hier hebben ook echt super veel chocoladeringen. Ja. Ik wist het helemaal niet. Hier is al eentje uit. Ik heb deze al vaak laten zien, maar dit is dus die met chocola. En ik vind die met koffiesmaak ook. Ja, dat zijn eigenlijk gewoon mijn twee favoriete smaakjes. Zal ik die in de koelkast zetten al? Ja, want die wil ik daar gaan drinken. En het is hier dus 32 graden. Ik heb het heel warm. Ja. En ja, ik weet niet, ik krijg ook nog wat dingen binnen natuurlijk over Elin en zo. Het is best wel stressig. Ja, het is gewoon een beetje een stressvolle situatie. Dus alleen maar goed dat we chocola binnen hebben gekregen. Ja, ik weet niet. Ik kan er dan toch wel even vrolijk van worden. Volgens mij komt er ook nog een ander pakketje. Die wordt volgens mij vandaag bezorgd. Dus ook die gaat. Een nieuwe lijn of zo. Toch? Ja, ook nog aan jullie laten zien. Oeh, hier zitten weer van die repen bij. En dit, oh Joep, nu kan je hem proberen. Probeer deze, alsjeblieft. Wat is dit? Dit is mijn lievelingsreep van hun. Kokosnoot en witte chocola. Ja, ik ga hem laten zien. Dat is dus deze. Let trouwens ook niet op mijn nagels, want ik ben ze al een beetje af aan het halen voor de vakantie. Want ik wil morgen graag roze erop gaan doen. Dus daarom zijn mijn nagels al een beetje... Ja, ik ben er al mee begonnen. Ik denk dat bijna niemand opvalt. Nee. Ik wil ook een handje. Dit is echt oprecht de lekkerste soort van... Ik noem het even eiwitreep, maar het is een maaltijdreep die ik ooit heb gehad. Ja, maar dit is gewoon eigenlijk bijna... Ik vind het nog lekkerder dan zo'n mars of zo. Mm-hmm. Dan hebben we hier een... Oh wow, dit is echt een hele grote zak. Hier kan je dus met de beker... Ik heb die ook wel ooit in je laten zien. Heb je zo'n shakebeker. En dan doe je er dit bij. En dan doe je er water bij. En dan shake je hem. En dan is je drankje ook klaar. Ook hele goeie om in huis te hebben. En dan hebben we nog deze repen. Dit is met... Raspberry en chocolate. Zo, ze hebben echt veel chocolade dingen. Ja. Dat zijn dus deze. Hebben ze eigenlijk die witte chocolade met kokos nog? Volgens mij niet. Oh, die vond ik zo lekker. Ja, dus... Als die nog een keer terugkomen. Wyfood, breng de witte chocolade terug. Ja, witte chocolade en kokos. En dan hebben we als allerlaatste nog de vegan. Oh, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja. Dit zijn gewoon de... Normale chocola, de drankjes, maar dan dus in de vegan. Nou, ik heb weer echt een voorraad aan chocola. Ik wil Wyfood heel erg bedanken voor het opsturen van dit leuke pakket. Want het is echt niet normaal veel. Wil je nou ook iets van Wyfood proberen? Dan krijg je met de code Joyce-YouTube extra korting. Ik zal even het linkje in de beschrijving zetten. En dan gaan wij weer mooi verder. Het is echt gewoon te warm om te praten vandaag. Maar echt niet normaal. We gaan er gewoon wat van maken. En dan kunnen we ook straks mooi... Naar Elin toe. Wij zijn nu met Senna bij het ziekenhuis. Dus we gaan even kijken of Elin wakker is. Want het zou ook heel goed kunnen dat ze gewoon aan het slapen is. En eerst langs de shop. Eerst langs de shop. We gaan even zo'n ballon halen. Want ik hoop dat ze daar in ieder geval een beetje van opvrolijkt. Even kijken of we iets leuks kunnen vinden. En dan ben ik benieuwd of ze wakker is. Nou jongens, we hebben de ballon. Het is een beetje moeilijk filmen zo, maar we hebben in ieder geval iets gevonden. Goedemiddag jongens. Ik sta nu even in het nieuwe huis met de panelen op de achtergrond. Het is weer zo warm vandaag. Niet normaal. Ja. Buiten ja. 32 graden en dus binnen ook ongeveer. Het is heet. Trouwens, gisteren bij Elin, ze zag er heel slecht uit. Ik denk, ik heb haar nog nooit zo ziek eruit vinden zien. Ze zag, was meer wit-geel, zeg maar, de huidskleur. En gewoon super donkere zwarte kringen om mijn ogen. Zei ook van, ik ben gewoon heel moe. En ja, dus maar... Volgens mij gaat het vandaag in ieder geval weer een stukje beter. En hopelijk kan ze dus weer een beetje gaan eten op een gegeven moment. Dat zou ook fijn zijn, want dan voelt ze zich ook weer beter. Dus daar even een updateje over. Maar het was gisteren best wel goed. Gewoon ze werd echt goed geholpen. Echt super lieve mensen ook in het ziekenhuis. En prima. Ja, en ze had helemaal een kamer ook voor haar alleen uiteindelijk. Want de eerste nacht sliep ze met twee mensen. En nu was het heel rustig op deze afdeling. Nou, wel chill. Ze lag op de kraamafdeling. Dus ja, ze zei er is voor de rest was er gewoon letterlijk niemand. Dus dat was op zich wel fijn. Ik dacht echt dat Joep ging niezen. Nee, okay. Ik deed ze niet. Maar ja, jongens, het is wel echt even allemaal stress en zo de laatste dagen. Ja, ik weet niet, fijn sowieso. Dat het gewoon de betere kant op gaat. Ja, dat sowieso. Verder, we zijn dus vandaag niet heel veel verder gekomen met de verbouwing, omdat het gewoon zo warm is. Ik heb best wel veel zitten werken en Joep is naar voetbal geweest. Ja.
Heeft ook weer gescoord. Yes. Let's go. Maar ja jongens, nu gaan we iets leuks doen. Want we gaan met de ouders van Joep en met Eva. En die heb ik nog niet gezien. Sinds dat ze terug is uit Maleisië. Klopt. Gaan we dus lekker sushi eten. Ik heb er helemaal zin in. Dit is echt een... Dit restaurant heeft zo'n lekkere sushi. Ik ben daar gewoon echt verliefd op. En ik ben ook al een... Ja, hoe lang zijn we niet geweest? Valt nog mee. Twee maanden. Maar ik heb er zoveel zin in. Misschien nog, ja. Ik kan echt niet wachten. Dus let's go. Ik ben net terug van mijn laatste zakelijke meeting, om het zo maar even te noemen, voor de vakantie. Ik ben echt blij dat ik deze heb gehad. Sommige dingen, jongens, vind ik gewoon best wel eng om zelf te regelen. Dus ook heel fijn, want papa ging mee. Ik vind dat echt zo lief. Ik moet daar... Eigenlijk moet ik eventjes iets leuks kopen of zo. Want ik vind het gewoon altijd zo lief als mijn ouders me ook echt daarmee helpen en zo. Dus heel fijn. Ja, ik ga nu weer verder met werken. Ik moet zoveel afmaken voor de vakantie. Ik heb de laatste tijd best wel even stress ook altijd om voor de vakantie dingen af te krijgen. Natuurlijk neem ik mijn laptop mee. Ik zeg het eigenlijk bijna nooit. Maar vaak ben ik toch, ook al ben ik op vakantie, zit ik toch nog wel gemiddeld... Ja, toch wel 3 uur per dag gewoon daar achter mijn laptop. En ben ik eigenlijk meer ook aan het werken dan dat ik echt de hele tijd vakantie aan het vieren ben. Alleen ik moet wel zeggen, ik ga deze keer proberen iets minder te doen. Maar ik ken mezelf. Ik blijf dan toch gewoon altijd doorgaan. Dus we gaan het zien. Maar ik ben heel blij in ieder geval dat deze afspraak er dus op zit. Dan moet ik nog wel wat andere dingen ook weer trouwens, zit ik nu weer te denken, weer gaan regelen. En trouwens, mijn zusje is terug uit het ziekenhuis. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Ze is vanmiddag zeg maar teruggekomen. Het gaat al een stuk beter. Ze is alleen heel moe natuurlijk. Snap ik ook wel. Want in het ziekenhuis je blijft voor de hele tijd wakker gemaakt worden. En dan gaat er weer een piepje. En dan gaat er weer een deur open. En dan gaat het licht weer aan. Niet te doen, maar ze is in ieder geval weer thuis. Het is vandaag dinsdag. En ik ben helemaal goed bezig vandaag, jongens. Ik ben vanochtend al naar de kapper geweest. Dus mijn highlights zitten er weer helemaal mooi in. Ik hou er echt van als het gewoon weer even fris voelt. Ik heb mijn nagels weer zelf gedaan. Mooi lichtroze. En ik ben nu met mijn koffer bezig. Het is nog een klein beetje een zooitje. Ik ben ook nog wat werk aan het afmaken. Ik ga hierbij in ieder geval deze video afsluiten. Want ik wil hem eigenlijk vanavond nog gaan editen. Dat ik zo min mogelijk dat allemaal hoef te doen op de vakantie. Maar ja, ik heb echt bijna al mijn spulletjes wel gepakt, moet ik zeggen. Handdoek, ik moet eigenlijk wat verzorgingsspulletjes hebben. En dan ben ik er eigenlijk wel. Ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vonden om mee te kijken. Doe dan ook zeker even een duimpje omhoog. En vergeet hieronder ook zeker niet om even te abonneren. Ook niet natuurlijk voor de vakantievlogs. Want ik heb er echt helemaal zin in om jullie dus mee te gaan nemen op vakantie. Er komen echt leuke video's aan. En vergeet me ook zeker niet om even te volgen op Insta. Er staat ook nog een leuke winactie online. Ik maak nu... best wel af en toe ja, weer een adventskalender open op YouTube. En daar geef ik dan een aantal producten van weg. Want ik kan toch niet alles gaan gebruiken. Dus mocht je het leuk vinden, staat er ook een winactie online. En ja, dan kan ik je sowieso ook meenemen op vakantie. Want daar laat ik ook gewoon veel van op Insta zien. Dus vergeet me daar ook zeker niet om even te volgen. En dan hoop ik je snel bij de volgende video te zien. Doei!